Zo schat, gaan we eens zwaaien. Oh ja? Ja. Zo, we zijn hier op de Spree. Kanaal. Oost-Duitse rivier. Waar? Nou, dat kan ik nou even net niet... Maar goed. We zijn hier op de Spree, op een zondagmiddag. Ik geloof de 27 augustus 2010. En ja, het is hier werkelijk fantastisch. We zijn in het Spreewald. Ik denk dat ik al eerder heb gezegd op eerdere filmpjes, maar het is hier. We zijn nu dus echt op de rivier de Spree. Die dus uit Tsjechië komt, uit Slowakije geloof ik. En die naar Berlijn loopt, uiteindelijk de rivier waarin verschillende Duitsers de dood hebben gevonden omdat zij trachten te vluchten naar het westen in Berlijn dan. Dat is deze rivier die daar dan uiteindelijk uitkomt. Deze rivier staat erg hoog op dit moment. Dat komt omdat hier allerlei regenbuien hebben plaatsgevonden die de waterstand nou, ik weet niet, 20-30% hebben doen stijgen. En er is hier ook meer stroom dan normaal, maar ja, dat valt allemaal nog wel mee. Want je kunt hier ook best wel tegen de stroom op kanoën. Dat hebben we dus ook al, de hele dag gedaan. Ik drijf nu heel langzaam vooruit. Dus dit is bepaald geen snelstroom in de wilde rivier of zoiets dergelijks. Maar het is wel wonderschoon, want het is hier ontzettend groen en er groeien hier allerlei plantjes en riet langs de kant en mooie bomen. Honderden jaren oud denk ik vaak. Die met hun wortels als klauwen in de grond staan langs dat water, wat af en toe dus hoger en lager staat. En wat ook die wortels, de grond onder die wortels, doet wegspoelen. Nou, dit was weer even voldoende tekst bij deze film. We gaan nu richting om de camping. Lubenau, dat is nog een, weet ik veel, kilometers of 8 kanoën. Stroomafwaarts, dus dat hoeft niet lang te duren. En dan gaan we uit eten. Nou, doei!